toch voor een film. Ja, en wat gaat dat? Nou, we hebben vandaag een stille protestloop gehad op initiatief van de vakbond BVNL ALS. En we hebben daarbij ondersteuning gehad van andere vakbonden die samen met ons werken. Maar ook van vrouwenorganisaties, schoonorganisaties die opkomen voor de belangen van Surinamers. Het is eigenlijk dus een dag om aandacht te vragen voor de leerkracht, aandacht te geven aan de leerkracht, de leerkracht in het daglicht te plaatsen. Het is een begin en we zijn content met de opkomst. En ik denk dat die samenleving en ook de leerkrachten eigenlijk moeten wennen aan deze nieuwe situatie. Want we kennen dat fenomeen niet dat op bepaalde dagen je strijd moet leveren. Dat je moet ageren tegen zaken die niet goed gaan. Dus het is een start. We hebben de laatste 10, 12 jaar alleen maar incompetente ministers gehad bij onderwijs. Ja, de ene nog incompetenter dan de ander. En daar maak ik me heel erg veel zorgen om. En dat zie je ook aan de kwaliteit van het onderwijs tegenwoordig. Teachers Day is een internationale dag van de leraren. Dus internationaal wordt het ook gevierd en op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in Nederland hebben ze dat ook een beetje gedaan met een protest. In het Haagse Zuiderpark hebben tienduizenden leerkrachten uit het basisonderwijs geprotesteerd. Ze willen meer geld en een lagere werkdruk. Als we als voorbeeld Nederland kiezen, dan moeten we zeggen dat het daar heel goed is gegaan. Vandaag heeft men een zeer succesvolle actie georganiseerd. En het resultaat was geweldig. En ik denk dat wij als Suriname zeker daaruit kunnen leren. En wij zullen nagaan hoe we een situatie kunnen krijgen zodat op elke dag, op elke Teachers Day, World Teachers Day, dat we massaal op straat zijn om, wanneer het niet goed gaat in ons onderwijs, dat we eisen dat het beter gaat. Deze loop vandaag was nodig op Teachers Day, omdat wij dus daarmee een duidelijk standpunt hebben gemaakt. We hebben duidelijk een signaal gestuurd naar, richting de regering, maar niet alleen de regering, maar ook de samenleving. Weet je, omdat wij dus hebben gezegd van Teachers Day is vandaag, maar wij zijn niet in een hoera-stemming als teachers. Dus wij hebben dus, deze loop was dus daadwerkelijk nodig. Wat we gemerkt hebben, dat wij als leraren eigenlijk zodanig worden geïntimideerd dat men komt aan onze vrijheid. Dat men gaat onderdrukken, dat men zaken gaat opleggen, dat men ons gaat straffen op het moment dat we opkomen voor onze belangen. En zelfs mensen naar huis sturen, met ontslag sturen. Dus ik begrijp dat voor de leerkracht op dit moment een heel ernstige situatie is. De dresscode was een beetje zwart, wit, met kaarsen, omdat wij, zoals ik al eerder zei, niet in een hoera-stemming zijn. We zijn een beetje in een verdrietige, rouwige stemming. En dat hebben we dus proberen te tonen met de kleding en de kaarsen. Applaus voor ze! Ja, ook jij die thuis zitten. Applaus! En ik weet dat mensen eigenlijk op het punt staan om te buigen. U moet niet buigen. Wij moeten niet buigen. En wij moeten ervoor zorgen dat we onze collega's verder gaan motiveren om op te staan. Op te staan en op te komen voor een beter Suriname. Gaan we het opgeven, dames en heren? Nee! Gaan we door met de strijd? Ja! Tide, Tamara, Westrego, Moro, Para. Tide, Tamara, Westrego.